Deze beschouwing, die gaat over God en de wil van Schopenhauer. En daarmee bedoel ik... Uh, <laughs> ja, dat wordt een beetje moeilijk. <laughs> Want uh, uh, de wil van Schopenhauer... Hij heeft een boek geschreven, namelijk ook om bij het begin te beginnen. De wereld als wil en voorstelling. Dus dan heb ik het over de wil, zoals Schopenhauer die opgeschreven heeft in de boek uh, Die wereld als wil en voorstelling. Ik heb dat werk hier in huis. Het zijn uh, twee delen. Dus twee keer hetzelfde eigenlijk. Het ene deel heeft hij geschreven toen hij in de twintig was, dacht ik. En het andere deel heeft hij geschreven toen hij veel ouder was. Het is eigenlijk een herhaling van het eerste deel. Er staat weinig nieuws in, dacht ik. Het zijn uh, mooie boeken. Ze worden gelezen in Duitsland bij de, uh, ja, de studenten filosofie uh, voor het slapen gaan. Uh, men vindt dat erg leuk om te lezen. Schopenhauer is iemand en die schrijft met humor. Dat mag toch. Want filosofie is al zo serieus. En in de tijd van Schopenhauer had je die man uh, Hegel. En uh, ja, dat is geweldig leuk om Schopenhauer te keer te gaan, uh, te keer te zien gaan uh, in het geschreven woord tegen Hegel. Hegel is die filosoof van de, de these, de antithese. En de daaruit volgende synthese. Problem, reaction, solution. Het is een politiek dogma. En niet dat Schopenhauer dat nou met zoveel woorden doorzag, maar hij wist wel dat Hegel qua filosofie, qua verhaal, ja, dat is flinterdun. Mag geen naam hebben. Zo'n begrip van Hegel is iets als het heet uh, die Weltgeist. En wat is dat nou weer, de wereldgeest? Hegel was ook een uh, aanbidder van uh, Napoleon Bonaparte. Die zei, ja, Napoleon Bonaparte, dat is de vertegenwoordiger van de wereldgeest. Nee, Napoleon Bonaparte was een onderdeurtje die samenwerkte met het grote geheel. Wat we nu noemen de nieuwe wereldorde, Babylon is het. En dat wist hij of dat wist hij niet. Maar die slag bij Waterloo, dat heeft meneer Napoleon Bonaparte niet... Uh... Nah. Nee, dat gaat niet door voor... Uh... Wat je dan noemt uh, de krijgskunst. Dus het gaat meer door voor het uh, opzettelijk uh, in de dood jakkeren van je eigen soldaten. Zodat die Engelsen konden winnen. Weet je wat een scam was dat, hè? Is toch die ene uh, vent van de familie Rothschild is daar stinkend en stinkend en stinkend rijk van geworden. En Napoleon Bonaparte die is dan uh, verbannen. Ja. <laughs> ja, die ging uh, op vakantie, uh, kan je beter zeggen. Of Sint Helena, dat is uh, geen Engelsman-plaat of zo. Ik weet niet of je dat kent, maar het is een van de waddeneilanden die, die niet door mag gaan voor een waddeneiland. Dat is echt uh, heel erg weinig uh, eiland. Maar stel je zo mijn verbannen naar de Schelling, dan zou ik denken van wow. <laughs> ja. <laughs> Zelfs Schiermonnikoog is me groot genoeg hoor. Er wonen best wel aardige mensen. En ze praten daar Fries, nou dat kan ik ook verstaan. Ja. Hurtje knutsen, een Maar ik twaalf. We hadden het over de wil van Schopenhauer. Waar het als volgt op neerkomt, is dat als je je gaat afvragen: wat is er nou eigenlijk? Dan heb je als instrument tot je beschikking iets dat we noemen de wetenschap. En de wetenschap is niets meer dan een serie voorschriften. van als je dan toch aan de slag gaat, doe het een beetje voor zorgvuldig. Nou, zorg ervoor dat je. Uh, ja, dat je goed aantekeningen bijhoudt en dat je niet loopt te voetelen. En hou vooral jezelf niet voor de gek. Ik weet nog dat ik onderzoek deed naar de concentratie van formaldehyde. Formaldehyde is een heel naar stofje, is een biocide. En dat wordt gebruikt, het is een oplosmiddel voor de lijm onder andere... En het wordt gebruikt in de productie van spaanplaat. En als je nieuwe spaanplaten koopt. dan emitteren ze. dat is een mooi woord. En, dan komt daar formaldehyde gas uit. Dat mag je verwachten. En de Landbouwhogeschool had een opdracht binnengesleurd. om formaldehyde gasmetingen te doen in een nieuw schoolgebouw. Dat was een hulpgebouw, trouwens. Want het eigenlijke schoolgebouw, er was dan in verbouwing en alles eventjes snel met spaanplaat een schoolgebouw uit de grond gestampt, waar die kinderen dan in huisvest werden en die kinderen die klaagden over hoofdpijn en zo. Dus er moest onderzocht worden of dat soms kwam door de vormal die hier van het spaanplaat. Zo is het begonnen. Dat onderzoek heb ik gedaan, Dat was erg leuk. Er was inderdaad wat aan de hand, dat was een meetbaar. Maar het werd onder het tapijt uh, gemoffeld. Van nou, die kinderen moesten niet zeuren. Maar waar het op neerkwam, is dat in die lokalen. moest je tijdens het lesgeven echt erom denken dat je de raampjes open Dat was het eigenlijk. Niet met gesloten ramen gaan zitten. Want ja, maar dat is zonder meer al niet goed. <laughs> dus ja. Het gesloten ramen lesgeven, dat was daar extra uit te boze. vanwege dat spaanplaat, wat relatief vers was. Dus er was niks aan de hand. Er was wel wat aan de hand. Dan moesten ze dus de ramen open. Maar dat wist iedereen al. En hoeveel moeten ze dan open? Nou, oh, dat viel me mee. Hoeft er niet wagenwijd open? Niet dat de kinderen verkouden zouden worden van het open raam of zo. Anyway. Wij waren aan het proefmeten. En wij gingen maar eens even meten in de bibliotheek van Wageningen, van de landbouwschool. Dus niet op die school, dat was een Doetinchem. Maar gewoon thuis. En daar luchtmonsters genomen. En jongen, er zat een formaldehyde in. Oh! En we dachten van, wauw. Wij zijn een hele grote scammer op het Ja, Zelfs de bibliotheek van de Universiteit van Wageningen... Ja, dat gebouw dan. Die zit helemaal onder de formaldehiede. Oh! En voordat wij naar onze begeleider gingen met het grote nieuws: van nou we moeten gaan meten in Doetinchem, Maar we hebben een proefmeting gedaan hier beneden in de bibliotheek. En voordat we dat aan de grote klok gingen hangen, toen zeiden mijn vriend en ik: Van goh, dus zullen we even een blanco gaan testen? Dus daar hebben we buitenlucht genomen. Nou, daar kan geen formaldehyde in zitten. Hè? En we hebben buitenlucht genomen en die ook even onderworpen aan dezelfde proefopstelling. Nou, die bleek ook te barsten van de Formalieden. En toen keek ik mijn vriend aan, al een beetje, een beetje krabber op je hoofd. Van hé, hey, uh, hier klopt iets niet. Dus zijn we alles gaan controleren en inderdaad, we hadden een foutje gemaakt. Ja, een foutje gemaakt in je metingdingen, suppeltje, pup. Was ook niet makkelijk. Ja, en daarom moesten we ook oefenen. Ja. Nou, toen hebben we alles uh, die fout eruit gespoord en uh, nieuwe proefbestelling gemaakt en opnieuw die buitenlucht gemeten. Nou, die buitenlucht was voor hier de vrij. Toen hebben we die bibliotheeklucht opnieuw gemeten nou, en daar zat een heel klein beetje formaldeed in. Maar dat was uh, verwaarloosbaar. Nou, toen wisten we dat we goed genoeg waren in het testen en toen zijn we naar Doetinchem gegaan en daar de echte meting gedaan. Kijk, dat is wetenschap. Dat je goed controleert wat je aan het doen bent en dat je een... En dat heet een, een, een laboratoriumschrift of zo. Bijhoud. Waarin je alles opschrijft wat je, ja, wat je maar op te schrijven hebt. Alles. Alles. Niks op losse blaadjes, bijvoorbeeld. Multomappen uit Den Boze. Want een multomap kan je een blaadje uithalen. Dat is heel verleidelijk. Hè? Dat moet je niet doen. Dus schriften gebruiken. En, ja, dat wordt niet uitgescheurd. En als jij een labschrift of een onderzoeksschrift laat zien aan je begeleider, en je ziet dat er 4, 5, 6 blaadjes uitgescheurd zijn, dan krijg je het hele schrift terug. Want uh, dit gaan we niet doen. Ja, ik wil alle aantekeningen zien. Ja, tegenwoordig gaat het met een computer. En nou, we weten dan met het uh, International Panel uh, van Climate Change, uh, IPCC. Ja, die doen de god tijd uh, blaadjes wissen. Ja. Want de harde schijf is weer eens vol. En ja, ja, dan moeten we even gaan wisselen hoor. IPCC is daar notoren bekend hè. International Planet on... Wat is dat? International? Nee, Intergovernmental Panel on Climate Change. Die flikkeren de godganse tijd data weg. Dat ik het even weet. Een walgelijke instantie. Absoluut niet wetenschappelijk. Om die reden dus hè? Want de wetenschap is dat je alles netjes opschrijft. En het niet weggooit. Huh? En hoe je dat tegenwoordig moet oplossen met die computers, waarin iedereen dus op computers maar op een USB-stick gaan ze data verzamelen, ja, dat heb je zo gewist en niemand die weet dat het gewist is. Huh? Kijk, in zo'n labschrift kon je zien aan de scheurrandjes... dat je een pagina er had uitgescheurd. In een multimap niet. Nou, en op een USB-stick kan je ook niet zien dat daar een file is verwijderd. Hè? Huh? Ik heb er nog niks over gelezen dat ze dat opgelost hebben. Ik zou de oplossing wel weten, hoor. Dat is dat je een computer installeert waarop alle wetenschappelijke, data, alle labdata, laboratoriumdata, die wordt daar naartoe geüpload en van daaraf wordt gelezen. En daar zit geen delete-functie op. Punt. Alleen maar upload en read en geen modify en geen delete. Heb je dat probleem opgelost? Nou, dat is weer heel onhandig natuurlijk. Maar het zou kunnen. In het geval van het IPCC zou dat een hele hoop helderheid verschaffen. dat je eindelijk weet waar al die data. Wat ze nou, waar ze hun geoude hoer op baseren. Wat deden ze nou? Het IPCC hadden ze dan de echte data. Dat is een heel veel data. En daar hebben ze filters op losgelaten. Digitale filters. Nou, dat mag. Dat is toegestaan. En dan die gefilterde data, die, zijn ze, die hebben ze gebruikt voor de modellering. Dat mag ook, dat is prima. En we willen graag de ongefilterde data ook nog hebben. Hè? Ja, die hadden ze weggegooid. Dus de gefilterde data was verheven tot data. Ja, kijk, en zo gaan we dat niet doen. Hè? Ja, maar die ongefilterde data, dat was zoveel. Nou, dat paste niet meer op de houdenschreef. Ja, 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 ja. Ja, dat is liegen, dat is geen wetenschap. Dat is IPCC, dat is een bende leugenaars. In die dagen dat ze die data weggooiden, natuurlijk. Ik weet niet hoe het nu is, misschien hebben ze interne schoonmaak gehouden, maar de berichten in de krant die, uh, nou, die houden niet veel goeds in. Naar mijn mening. Maar goed, dan heb je die wetenschap. En dan kom je hierachter, dan kom je daarachter, en dan ontdek je weer dat er een nieuwe zwanensoort is, en die zijn paars of zo. Want vroeger dachten wij dat alle zwanen dat die wit waren. Dus uh, ja, ik zie een witte vogel, en die ander zegt: Ik zie een zwaan. Dat betekent niet dat ze allebei liegen. Want een zwaan is een witte vogel. Nou, dat bleek dus later dat het niet zo uh, is, want er zijn ook zwanen. Die zaten helemaal in Australië. En die zijn donkerbruin bijna zwart. Uh, nou, iedereen helemaal van, oh, wow, verbaasd. Wow. Nou, straks ontdekken we paarse zwanen. Of zwanen met geel-groen en een streepje of zo. Dan hebben we weer een ontdekking gedaan. Of we ontdekken een nieuw, uh, zeg maar, ja. een, nieuwe, uh, een nieuwe kwark. Of zo. En dat is alles wat er is. Maar is dat alles? Want we zitten met het fenomeen dat iemand zoals ik, en ik hoop jullie ook. wij kunnen nadenken. Wij kunnen concluderen. Wij kunnen ongelooflijk gemene dingen uitvreten. En dat doen we nog met opzet ook. Dus, uh, hè, wij kunnen dingen doen en de volgende ochtend wakker worden en dan denken: oh my god, what have I done? Om het maar even op zijn Frans te zeggen. He? Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Nou, het kan zijn dat het een vergissing betreft. Het kan ook zijn dat je de avond van tevoren. met anderhalve liter whisky in je nek. iets gedaan hebt. wat je met je nuchtere kop nooit van zijn leven gedaan zou hebben. Bijvoorbeeld. He? Ik noem maar iets uit mijn eigen leven. Niet dat ik ooit zoveel whisky heb gedronken. Meestal na een liter vond ik het wel genoeg. Maar. En was ik dan zo dronken dat ik geen gekke dingen meer deed? <laughs> ik heb, toen ik dronken was. Uh, dat is eigenlijk wel vreemd. <laughs> ik heb dus heel veel gedronken in mijn leven. Maar ik heb nooit iets gehad als een blackout. Dus, ja, ik ben wel eens wat vergeten of zo. Maar dat, dat, dat doet ieder mens. je dus van: oh, is het zo? Ja, daar was jij bij. Ja, daar weet ik niks meer van. Terwijl je dan zeker weet dat je die betreffende dag. dat ja, je nuchter was, en dat je het echt niet meer weet. Dus. Maar een blackout nooit gehad. En, uh, en dat ik dingen heb gedaan die ik nuchter niet gedaan zou hebben. Maar ja, nou, ik heb een keer een vlag gestolen. Het was bij de HEMA in Wageningen. Nou, even biechten. Maar daar hadden ze een vlag uh, na nee, zonsondergang. Uh, was er nog een vlag. En dat mag helemaal niet. Dat, is toch, dat mag toch niet? Vlaggen moeten bij, uh, ja, bij zonsondergang een vlag binnengehaald worden. En er stond nog een Nederlandse vlag. Ja. Nou, het is mijn vriendje is tegen de muur aan gaan staan. Met zijn handen voor zijn buik gevouwen. Daar ben ik in gaan staan. Toen op dat platje gekropen. Die vlag uit die vlaggenstokpaaldinges uh, getrokken. En die hebben we lekker mee naar huis genomen. Als ja, diefstal zat. dat. En dat had ik niet gedaan als ik nuchter was. Nou, ja, dat was ook het enige. Ja. Maar wij mensen zijn tot dat soort dingen in staat. En hoe kan dat nou? Hè? Wij weten dat materie uit zichzelf niks doet. Maar je hebt een reagerende materie, zoals zoutzuur of zo. En zoutzuur, dat doe je dan bij uh, salpetersuur en dan krijg je salmiak. Dat is lekker om een drop mee te maken. Een dus, uh, salmiak als je dat, dat is bestanddeel van drop. Dat maak je met zoutzuur en uh, salpeterzuur. Ja. Ja, dat zijn reagentia, ja. Maar dat reageert even en dan is het over. Ja. Hetzelfde geldt voor uh, waterstof en zuurstof. Uh, als je daar een vlammetje bij houdt, je neemt een mix. Je neemt waterstof, je neemt zuurstof. Dat zijn twee gassen. En dan doe je een vlammetje bij en dan boem. Dan heb je water. Uh. En dan weer helemaal niks. Snap je? Dus materie is niet, noem het maar, automobiel. En wij wel. Uh, wij wandelen. Van hot naar her. En heel belangrijk is, wij ordenen. Wij scheppen orde. En je kan zeggen: ja, maar George Bush die heeft alleen maar chaos geschapen in Irak. Ja, dat is waar. Ja. Maar wij ordenen. Dus ik doe dat bijvoorbeeld. Dus ik orden. Mijn harde schijf momenteel is dus echt helemaal opgeruimd. Of nou helemaal, maar ik ben weer eens aan het opruimen geweest. Mijn woning ook. Dus ik ben ook niet helemaal klaar, maar ik orden. Ik heb hier planten in mijn vensterbank staan. En die ordenen ook. Die wortels die staan in aarde. Dat is één grote chaos, dat is bende. Dus stroep. Laten we eerlijk zijn: verrot plantaardig materiaal. En daar zitten die wortels in. En aan de bovenkant van die grond, dat is een en al orde. Ik heb hier een pot en er komt een bieslook naar boven. Nou, bieslook is hartstikke lekker, man. Kijk, die aarde is niet te eten, maar die bieslook wel. En wat doet die, die bieslook? Ja, die absorbeert zonlicht. Die absorbeert koolstofdioxide. Hè, wat ik uitadem. Ik ben hier in huis de hoofdproducent van koolstofdioxide. Nou ja, ik heb de raampjes open, maar... <laughs> maar als ik de raampjes dicht zou hebben, wat ik nooit heb, maar... Ja. Maar dan zou het mijn koolstofdioxide zijn, die ik produceer. En die gaat dan in die bieslook. En die bieslook, oké, okay. dan hebben we hier de koolstofdioxide. Nou, daar maken we koolwaterstof van. En wat hebben we de wortels allemaal gevonden? En... en wat maakt die? Dan maakt die bieslook. Precies, bieslook, zoals je dat verwacht. Dat is heerlijk op een omeletje, man. Een beetje uiig smaakje. Hè? En daarnaast staat een pot met, weet je dat spul, uh, koriander. Chinese peterselie heet dat ook wel. Moet je van houden, dat weet ik wel. Ja, ik vind het lekker hoor. En daarnaast heb ik een pot staan en daar staat, sa nee geen salie, maar dragon zit erin. Hartstikke lekker dragon, Lekker met kip. die ordening die plaatsvindt, die plaatsvindt door mij, die plaatsvindt door mijn planten. Die ordening, waar komt dat vermogen tot ordenen vandaan? Dat kan je niet verklaren uit de materie. Dat is het punt. Dat kan je nu niet, dat kan je straks niet, uh, dat kon ik nooit niet. Daar heb je een externe factor voor nodig. Punt. En alle mensen die zeggen, er zijn mensen die zeggen, nou, die heb je helemaal niet nodig, want je hebt dus Charles Darwin en uh, ja, die heeft het allemaal uitgelicht. Nou. Die mensen zouden een spreekverbod moeten krijgen. Want dat heeft Charles Darwin helemaal niet uitgelegd. Die heeft een boek geschreven en het heet The Origin of Species. De herkomst der soorten. En niet The Origin of Life. Want Life, leven, is ordenend. Kijk maar, planten ordenen. Planten maken van chaos iets. En dieren ordenen ook. Kijk maar naar vogels die een nest bouwen. Er zijn allerlei takjes en dingetjes en, en allemaal rotzooi die overal ligt. Die wordt door papa en mama in de bek genomen en ze vliegen ergens boven in een boom en ze maken een nestje. Dat is een heel ordelijk geheel. Kijk maar naar spreeuwen die zich opmaken voor de grote trek naar uh, Spanje en dan kijken of ze het levend halen hè? Ze schijnen nogal lekker te zijn in bepaalde gebieden. Dan worden ze gevangen. Die ordenen. Kijk maar naar haringen. Die zitten in een school. Dat is, dat is geen chaos, zo'n schoolharingen. Ben jij een maf? Dat is één grote orde. En dat ordenend vermogen van materie kan je niet verklaren uit materie. Punt. Ordend vermogen van het leven is dat dus. Nou, dat ordend vermogen, dat ding wat dus niet in de materie zit, wat je wetenschappelijk niet kan aantonen, wat je alleen, ja, wat je kan zien dat het er is, maar je kan de oorzaak van, die orden, van dat ordende vermogen, dus het ordend vermogen zelf, dat. Ja, je komt niet verder dan te zeggen. Het mosterdzaad is een van de kleinste zaden die er is. En wat er uitgroeit is een van de grootste bomen. Zoals onze Heer Christus Jezus zei. Maar dan stopt het. Je kan niet zeggen: van ik heb het mosterdzaad onder de microscoop gelegd. En daar zit. Uh, ja, dat is nogal logisch. En, uh, uh, ja, er nou ook zoveel dit en zoveel dat. En kijk, dat maak ik even zelf. En kijk, oh, kijk heb ik zelf een mosterdboom gemaakt? Nee, dat kan helemaal niet. Ze kloppen zichzelf op de borst dat ze tegenwoordig genetisch uh, kunnen modificeren ofzo. Ja, maar wat ze doen is ze nemen het genetisch materiaal van een vis en dat kan ze combineren met het genetisch materiaal van een tomaat. Het is niet zo dat ze nieuw genetisch materiaal maken. Ze, ze combineren maar wat. Ja, ik noem dat valspelen. spelen, los van het feit dat ik helemaal geen tomaat wil eten waarin vissen DNA zit. Ilk. Gaat dat nog smaken naar vis? Ja, gadverdamme. Ja, toch? Ja, ik zit er niet op te wachten. Jullie misschien wel, maar ik niet. Zo, wat mij betreft mag ik het verbieden? Of, nou, verbieden, ik zou het niet verbieden, maar dat je verplicht stelt... Dat als er voedsel op de markt is wat genetisch gemodificeerd is, dat er een sticker op zit. Het is genetisch gemodificeerd door die in de maatschappij. En dan wordt er dan nu gezegd: Ja, maar dan, dan, dan eet niemand het meer. En dan, dan gaat die, uh, die, die business kapot. Ja, nou, Wen, Wat maakt mij dat nou uit? Oh, je hebt toch zaadveredeling? Dat is al onze auto's de weg naar Rome. Nou, ah, nee. Euh, niet zo oud, maar. Dat is ook weer Mendel. Zo, die was er al mee begonnen. Een zaadveredeling, daar, daar zie ik geen enkel bezwaar tegen, hoor. Maar dat genetisch modificeren, dat, dat, dat vind ik gek. Overdreven gedoe. Je weet ook niet wat daar het resultaat van is. By the way. Maar terug naar het ordenend vermogen van een plant, en van een dier en van een mens. Hè? Dat noemde Immanuel Kant noemde dat, uh, dus, uh, die noemde dat het ding op zichzelf. Hij had het over één, één ding, dus niet een meervoud van dingen die ordenen. Niet dat hij die term gebruikte, dat ordenen. Maar. Hij noemde dat wat je dus niet kan meten, wat buiten de waarneming ligt, wat buiten de empirie ligt. Hè? En hij zei dus, dat, dat noemde hij D.A.S. Das, ding aan zichzelf. En door Schopenhauer is dat hernoemd. Of, ja, verbeterd benoemd. Door, door het de wil te noemen. En de kritiek van Schopenhauer was dat de term D.A.S. Wat hem betrof, dat het te oppervlakkig was. Te nederig. Te voorzichtig. Als Schopenhauer zei: nee, zo voorzichtig hoef je dit niet te benoemen. Dit kan je noemen de wil. De wil. De ene enkelvoudige, ondeelbare wil. En dat is de wil die zich manifesteert, die manifesteert zich in alles wat leeft. Die heeft zich, die manifesteert zich ook in het. In het anorganische materiaal, in stenen en sterren en hemellichamen. En zeg het maar. Dat is allemaal het gevolg van de wil. Inclusief het levende, hè? En het is er maar één: Er is dus één ondeelbare wil. En die manifesteert zich ook als mens. En de mens die kan beseffen. Anders dan een dier of een plant, dat die afkomstig is. veroorzaakt is door die ene ondeelbare wil. En om zich heen kijken en zien dat alles om hem heen afkomstig is. en veroorzaakt is door die ene ondeelbare wil. En dan de wereld zien zoals die zelf is. Tat avatsam, op zijn Sanskriet. Dat ben jij. Zodat je de wereld ziet. Op een manier, op een niveau waarop je om je heen kijkt en jezelf ziet. Want jij bent veroorzaakt door een wil. En als jij jezelf zo ziet, hè, dat je veroorzaakt bent door, een, door de wil. En je ziet dat, dan zie je ook dat alles om je heen, door diezelfde wil die jou heeft veroorzaakt. Dat is ook hetgene waar je naar kijkt. Dus een ander leed toebrengen. Of dat nou je hond is, of je kat, of je goudvis in het aquarium, dat is leed toebrengen aan iets wat gelijk is aan jezelf. Daarom dien je dat niet te doen. Zo. Laat even een pauze vallen. Maar zo zit de filosofie van Schopenhauer in elkaar. En pakken we daar de Bijbel bij hè, met dit in het achterhoofd en gaan we op zoek in de Bijbel naar dit begrip van Schopenhauer wat de wil heet. Dan heb je gelijk bij Genesis 1 vers 1 de frase: in den beginnen schiep God hemel en aarde. Ja, die God in die zin, in den beginnen schiep God hemel en aarde, die God, die betekenis van God, is gelijk aan de betekenis van de wil van Arthur Schopenhauer. Naar mijn mening, ik kan geen verschil zien. Het enige waar. Sorry, ik, moet even, ik moest even niezen. Het enige waar je over kan discussiëren is de inhoud van de rest van de Bijbel. Ja, er zijn mensen die hebben een heel groot probleem met Numeri 31. En er zijn nog andere pik pikante stukjes. Door Arthur Schoppenauer nou, is wel leuk. Uh... Want nou, die kent de Bijbel ook. Hè? En die zegt dan van ja. Dat verhaal van Jezus met die wonderbaarlijke visvangst. <laughs> wel, nou, ik weet niet of hij dat nou serieus bedoelde of niet. Maar er <laughs> is dat verhaal van Jezus. Dat hij de, met die wonderbaarlijke visvangst. Dat die netten, weet ik veel, die netten, die braken bijna of zo. Zoveel vissen zaten erin. En Dat Schopenhauer zegt oh ja. Dat is wel een beetje zielig voor die vissen. <laughs> ja, maar ik weet niet of een veganist is. Snap je? Zo. Ik denk dat Schopenhauer daar een klein grapje maakte. En ik wil veganisten niet beledigen hoor, want het is natuurlijk. Ja, het is zielig voor die vissen als je ze vangt. Hè. Dat vindt het vis niet leuk. Ja. Het is maar goed dat die vissen niet weten dat als ze gevangen worden, dat ze ook gaan sterven. En, uh, het is er helemaal maar goed dat die vissen niet weten, zolang ze nog vrij in de zee zwemmen... Uh, dat er af en toe van die boten komen en er worden opa en oma en alle ooms en tantes worden meegenomen. En die belanden dan in bordjes in uh, hoogstaand culinaire gerechten. Verwerkt. Het is maar goed dat die vissen dat niet weten. Iemand als Jörg Liesman is veganist. Hij, hij is veganist geworden voordat hij christen werd, hoor Eén keer christen geworden en hij las uh, Genesis 1, 2 of zo, daar staat het ook. Want Adam en Eva waren veganist. Dus hij lekker aan zijn veganistische maaltijd en denkend: Nou, ik, ik eet hetzelfde dieet als Adam en Eva. Daar dus staat hij mooi mazzel mee. Ja, ik niet, ik eet vlees. Eieren, drink melk, zeg het maar. Ik moet nog een beetje leren. Maar alles op zijn tijd. Don't hurry, be happy. Hey, en dan die wil van Schopenhauer, die naar mijn mening gelijk staat aan het begrip God in de Bijbel. Dan kan je je nog afvragen: is God goed? Is die wil van Schopenhauer goed? Ja, ik zeg van wel: Mensen niet. En dat komt omdat ze, zoals Aristoteles zegt, ongelukkig zijn. En ongeluk bij Aristoteles houdt in dat je iets. Dat je wel een vermogen hebt, sorry voor mijn stotter. Je hebt wel een vermogen om iets te doen, maar je doet het niet. En dan ben je ongelukkig. Want je bent gelukkig als je al je vermogens, al je talenten ten volle inzet. En yeah, woep, en dan ben je blij. Ja? Dus gelukkig zijn staat bij Aristoteles gelijk aan gelukt zijn. En mensen hebben dat denkvermogen gekregen van de wil. Dat heeft de wil gewild: dat mensen zouden denken. En ze doen er niks mee. Ja, ze, ze gebruiken dat denkvermogen om op. Uh, ja, om op een iPhone te kijken tot hoe laat de snackbar nog open is. En uh, dat, dat soort dingen. Ze gebruiken het denkvermogen wel. Maar ze gebruiken het niet om, de, om het wezen... om de aard van hun bestaan... en daarmee van het totale bestaan te doorgronden. Arthur Schopenhauer heeft ook een heel mooi... Een uh, stukje geschreven. Dat komt uit De Wereld als Wil en Voorstelling. En ik, ik zal het nog een keer apart gaan bespreken. En het is, dat stukje is eruit gelicht. En het is uitgegeven als een klein boekje. Dan kan je kopen van een tientje. En het heet iets als uh, De Kunst van vrome Leugens. Het, het staat in mijn kast. Dit, dat, maar ik kan er net niet bij. En dan moet ik opstaan en dan heb je weer een pauze. En dat doe ik dan even niet. Maar iets van de kunst van vrome leugens ofzo. Of het nut van vrome leugens ofzo. Ik dacht de kunst. Waarmee die uh, duidt op uh, religie. En daarin houdt hij een, uh, voert hij twee karakters op. En die een is er dan op tegen. En die ander is voor vrome leugens. Er zit wat in hoor. In allebei hè. Ik had gisteren twee Jehovah's getuigen op bezoek en die kwamen getuigen. Ik trek die mensen aan als, uh, weet ik veel wat. Het is al uh, zoveel te stel wat ik op mijn bank heb gehad. Uh, ik nodig ze altijd uit, Wanneer nou komen langs. En, uh, deze jongens ook weer daar, dat ik duidelijk, duidelijk gemaakt, dat mij niks, ja, niks te scoren valt, want ik lees al Bijbel en... Uh, als het nodig is, dan bid ik. En niemand mag weten, hoeft te weten, kan weten, zal weten wanneer ik bid en wat ik bid. Dat is lekker mijn eigen zaken. Ik hou niet van vroom gedoe. Matthäus 6, ik lees dat maar even erg op na. Zijn bepaalde regels voor het bidden. Anyway, ik hoef niet naar een kerk andersom dan op bezoek te gaan of whatever. Maar dan moet ik er zin in hebben. Maar dan kijk ik naar die mensen en dan denk ik van ja, jullie uh, jullie houden je in elk geval aan iets van een moraal. Aan de Bijbel in dit geval. Dan is hun Bijbel nog niet eens mijn Bijbel, want we zijn niet zo King James gericht. Maar dan nog, uh, uh, het is toch een begin hè. Vind ik wel te waarderen. Je moet tegen mij niet gaan zeiken over Jehovah's getuigen. Dat is erg. Daar word ik boos van. En als je Arthur Schopenhauer zou begrijpen, dan zou je dat ook niet doen. Ja. Arthur Schopenhauer zegt zelf: van, Nou, ik begrijp dat er een wil is. Dat is een ondeelbare wil. En ik heb geen vrije wil. Dat is ook het christelijk dogma. Ik heb geen vrije wil. Ik heb een vrije keuze. Maar geen vrije wil. En ik dien mij te gedragen. En als we allemaal dat zouden beseffen. dan zouden wij een goede wereld hebben. Dan zouden wij ook helemaal ons niet afvragen. van hoe het dan zit met dit of met dat. Allerlei dingen zouden niet gebeuren. Er zouden geen oorlogen zijn. Ja, tenzij je nog zo'n oude mosaïsche oorlog zou moeten krijgen tegen de Medanieten of zo, of de Filistijnen die vragen er weer eens om. Zo. Maar dat is niet, nee, want als iedereen uh, het zij Schopenhauer zou begrijpen, het zij de Bijbel zou volgen. Dan, dan zijn er dus ook geen Medanieten of Filistijnen meer. Dus dan is er geen reden meer tot oorlog. Dan gunt iedereen uh, een ander zijn boterham. Dan is iedereen respectvol tegen zijn kinderen. Dan krijg je een heel andere wereld dan die we nu hebben. En wat je dan krijgt, dat is de wereld zoals die bedoeld is door de wil. Want die komt hoor, die wereld. En er komt een dag en dan wordt het geld afgeschaft. Dat, 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 nou, afgeschaft niet, maar het verliest zijn betekenis. En nu is geld zo heel erg betekenisvol. Er wordt er gezegd van geld maakt niet gelukkig. Ja, waarom zou je überhaupt het woord geld en het woord gelukkig in één zin gebruiken? En geld betekent veel. En geld gaat straks niet zoveel meer betekenen. Maar dat gaat nog een tijdje duren. Als ik een uh, voorzichtige schatting mag doen, dan zou ik zeggen uh, langer dan twee weken. <laughs> voorzichtige schat. <laughs> Nee, dat gaat nog wel even duren. Maar de wil, ja, de wil heeft alle tijd. De, de wil was er al voordat de tijd begon. Namelijk, in de beginnen schiep God hemel en aarde. Of de wil staat gelijk aan het begin. En de wil staat gelijk aan het einde. Dat is waar we nu in zitten. En zoals de Righteous Brothers uit Engeland zo mooi zongen: van, uh, Tijd gaat zo langzaam. Tijd gaat zo langzaam, mijn lieve schat. Maar tijd kan zoveel betekenen. Ja? Time goes slowly. Time goes slowly, my dear. But time can mean so much. En terwijl de boel in ontwikkeling is, eh, daar zitten wij nu in. Dus de, de wereld ontwikkelt zich. Eh, bijvoorbeeld in de 19e eeuw. Eh, had je dat boek van Darwin, The Origin of Species. En iedereen. Oh, Darwin, oh, Darwin, oh, Darwin, oh. Iedereen wel van zijn stoel gevallen. En in de 20 e eeuw had je een boek uh, geschreven door Jordan. Dat heb ik hier in huis. En die veegde met de hele theorie van. het hele boekje van Darwin. en alles wat Darwin zegt. daar veegt hij uh, de, de boel mee aan. Ik wil geen vies woord gebruiken. hè. Het was in de 20e eeuw al. Uh, ja, achterhaald. In die zin dat er experimenten waren gedaan in de biologie. Die dermate merkwaardige dingen hadden opgeleverd. Waar iemand als Charles Darwin zich nog nooit bij iets bij had afgevraagd. Charles Darwin is op die oude militaire boot gezet van de Britse na nee, Navy Marine. De Beagle. En naar de Galapagos uh, gezeild. En daar een beetje zitten kijken naar Vinken. En dat was het dan. Ja, maar de experimenten gingen door. Hè? Dat is evolutie. Dat is een evolutie dat je dat boek van Darwin hebt. En dat 50 jaar later. Dat daar ja, echt meesmuilend over gesproken wordt. Van ja. Iedereen heeft Charles Darwin alweer legd, dus dat ga ik nou niet doen in dit boek. Dat schrijft Jordan. En toch blijven wij maar geloven dat uh, Charles Darwin uh, het beste is sinds het gesneden brood. Maar dat is propaganda. En dat wij erachter komen, dat is weer evolutie. Snap je hem nog? Dus evolutie is wel. Maar de evolutie zit hem in de hele wereld als groot geheel, en wij worden steeds slimmer. Tenminste een deel van ons. En veel mensen niet. Er is nou een vereniging, nee een stichting in Nederland, en die heet de Stichting 11 september. Zou ik nog gaan moeten aan doneren of zo, als het maar symbolisch was of zo. En die man die daar achter zit, die toen hij erachter kwam, ergens in 2006 of 16. ik weet niet of iets wanneer. maar iets met een 6, <laughs> daar kwam hij erachter. En toen ging hij naar collega's toe, want hij was architect. En zei hij zei tegen zijn collega's, van, nou, waar ik nou achter ben gekomen, die gebouwen van 11 september het 2001, het World Trade Center-gedoe in New York. Dat kan helemaal niet. Een normale stalen constructie, degelijk ontworpen. Want dat waren die gebouwen. Die, die kunnen niet in poeder veranderen. Zonder dat daar iets als explosieven bij gebruikt zijn. Met andere woorden, Osama Bin Laden, dat verhaal, ja, dat kan dan niet. Of Osama Bin Laden heeft van tevoren de opdracht gegeven dat er explosieven geïnstalleerd zouden worden in de Twin Towers. Maar dan moet je daar bewijzen van hebben. Er moeten daar nou dus Arabieren zijn geweest. Die, uh, en het is zo'n project. Dat, dat kost je maanden. Dat is uitermate professioneel werk. En zoiets heeft plaatsgevonden. Dat kan niet anders. En, en dat daar een vliegtuig in gevlogen is en dan. Ja, dat hebben we gezien op tv. En zoiets zal ook wel. Dat er een een of ander object tegenaan gevlogen is. En dat zal wel een vliegtuig zijn geweest. Maar dat was niet de oorzaak van het in elkaar storten van die twee gebouwen tot op de grond. En in het puin helemaal niets. Hè? Geen telefoontoestel, geen kantoormeubel, helemaal niks. Oh, wat stalen balken, en dat was het dan. En in het keldercomplex wat eronder zat. daarin lag uh, gloeiend heet metaal. Gesmolten metalen. Dat heeft nog weken staan gloeien. Een enorme hitte. Nou, waar komt dat nou weer vandaan? Dat duidt op een thermonucleaire. explosie. Iets maar een atoombom of zo, of een neutronenbom. Maar zijn collega's, die hoorden dan het verhaal van hem. En dan van, oh, nou, nou, dat geloven we niet. Oh, ja, dat kan je nog wel zeggen. Maar uh, trouwens, uh, oh, is het al zo laat. Uh, ga jij vandaag lunchen? Uh, lunchen buiten de deur of binnen de deur? Nou, ik ga zelf uh, buiten de deur lunchen. Want... Uh, en, denk toch om, vanmiddag om drie uur moeten we naar dat account in Sliedrecht. En dan zie ik je daar, ja. En, uh, van tevoren om kwart voor drie op de parkeertrein nog eventjes uh, doornemen. Ja. Nee, dan ga ik nu weg. Ja, doeg. Hey, dat is niet echt evolutionair. Hè? Ja, die man die die stichting heeft opgericht. Dan is stichting 11 september. Dan denk ik, ja, die man is inderdaad beduidend slim. Die heeft denkvermogen. Dat dus denk is mooi zo. Goed zo. Goed voor jou. Kan iemand dan wel vertellen dat het nog wel eventjes gaat duren voordat hij dan met zijn stichting.? Want als je aangetoond hebt dat Osama bin Laden het niet gedaan heeft. Ja, dan is de grote vraag wie heeft het wel gedaan? Eh? Ja. Geloof me dat ze nu al. Uh, de zondebok klaar hebben. voor het geval ze niet langer vol kunnen houden dat het Osama bin Laden was. Dat hebben ze al klaar, man. Ze <laughs> hebben het al uitgedokterd. Ze hebben misschien drie zondebokken achter de hand. Hè? En ze zitten nu nog af te wachten, want het merendeel, een groot deel in Amerika, denkt nog dat het Osama bin Laden was. In de Arabische wereld een kleine minderheid. Maar als we dadelijk zoiets als stichting 11 september of zo, als dat door gaat zetten. Ja, dan moet er dus een dader worden aangewezen, een nieuwe dader. En dan moeten ze dus een zondebok hebben. Ja. hebben ze al klaar. En ze, dat zijn degenen die het gedaan hebben. En wie is dat? Ja, dat zijn de, de paus en zijn kornuiten. Het is echt vrij simpel, hè? De wereldgeschiedenis, hè? Ja? Nou, dit was een mooie, hè? vind ik, over uh, de wil van Schopenhauer en God. Of God en de wil van Schopenhauer. En is God goed? Ja, ik vind wel. God is erg goed. En mensen zijn slecht. Doen slecht. En die Jehovah's Getuigen die gisteravond bij mij waren, die proberen nog wat, hè. Dat waren denk ik aardige jongens. En zo zie ik wel meer mensen. Dit denk ik wel, aardige gozers. Uh, Jurk Liesman, dat een aardige gozer. En uh, Michael, dat is een vriend van Jurk, die komt ook uit Duitsland. Aardige vent. Zo dus ken ik wel meer mensen via internet dan. Nou, Wim Kruidentuin is bottom line ook een aardige gozer. Die, die zal jou niet bedonderen, niet pseudo-mieteren, zo. Iedereen zit wel een klein beetje goed, denk ik dan. Maar in het algemeen, ja, sorry hoor. Niet goed genoeg. We doen een hoop stoute dingen. We, wij meten ons vrijheden toe die wij ons helemaal niet vrij, die wij ons niet toe moeten meten. we zeggen: Oh nee, het mag toch van de wet. Nou, dan doe ik het, hoor. Ja, niet alles wat legaal is, is uh, toegestaan in de ogen van uh, God of Schopenhauer. God of de wil van Schopenhauer. Schopenhauer. Want jij kan zelf beoordelen wat uh, oké okay is, namelijk. Om iets te noemen, abortus, is niet oké. Okay. Het is heel vervelend als een vrouw een kind in haar buik heeft. En dan. Oh, zo, ik heb een kind in mijn buik. Oh, wat nou? Ja, dat is een paniek, paniek. Ik snap het wel. Het is wel heel verschrikkelijk. Ja. En zo'n vrouw heeft zonder meer hulp nodig. Maar die hulp die nu geboden wordt, is dat er gezegd wordt. Oh, heb je je zo geschrokken van het kind in je buik? Nou, dan vermoorden we dat kind. Ja, dat is niet goed. Dat is geen goede oplossing. En er zijn ook mensen die zeggen: ja, maar sommige vrouwen hebben een kind in hun buik. En als ze de zwangerschap zouden voldragen, dan gaan ze er zelf aan dood. Ja. Ja, dat heb je ergens gelezen in een boekje: dat dat kan. Maar wanneer is dat voor het laatst gebeurd? Hé. Ja, dat is helemaal niet, man. Dat is bij 1 op de 1 miljoen zwangerschappen of zo. Je hebt zoiets met de races positief, races negatief. Daar moet je mee oppassen. Maar dan helpt. Daar zijn ook weer oplossingen voor hoor. Kunnen ze iets met bloedtransfusies doen? Zo. Kijk, terug naar het abortusverhaal. Als je goed nadenkt. En je bent je dus bewust van het feit dat alles wat je ziet, dat is veroorzaakt door die ene ondeelbare wil. Ja, dan weet je dat abortus. Ja, dat kan een wens zijn van zo'n moeder die in paniek is. Maar die, die moeder die moet als eerste gerustgesteld worden. En. Ja. En die zwangerschap moet ze uitdragen, dat minimaal. En dan het kind afstaan. Vandaag was ik even op internet aan het kijken en ik las. Of ik, las ik zag voor de, voor, de tweede, voor de tweede keer getuigenis van een voormalige abortionist. Dus iemand die een arts, die abortus voor als beroep. Hij kreeg 800 euro... ...800 dollar, sorry, per apportus. Dat was voor hem... ...een kwartier werk. Dus dan praat je toch over... ...3000 dollar per uur. Ja, dan wil ik ook mijn bed wel vooruitkomen. En ja, dat... ...hemel verhaal... ...van die man. Nou, anyway... Die man, zijn eigen vrouw, die kon in eerste instantie geen kinderen krijgen. Dus hij heeft zich samen met zijn vrouw aangemeld voor adoptie. Adoptieouders dan natuurlijk. Hè? Want wij willen wel een kind adopteren. Uh, uiteindelijk kwamen ze op een wachtlijst. Nou, dat ze al van alles hadden uitgeprobeerd, hè? Uiteindelijk kwamen ze op een wachtlijst van vijf jaar. Ja. En in Amerika, daar worden abortussen gepleegd, jongen. De teller staat nu op, sinds dan de oprichting van die uh, abortusstichting stichting daar. Hè? Planned Parenthood, heet die stichting ook nog. Gepland ouderschap, wat er op neerkomt van Chopper die kids. Een beetje rare naamgeving dan. Uh, die organisatie heeft meer dan 60 miljoen uh, kinderen vermoord. En dan een wachtlijst van uh, vijf jaar als je een kind wil adopteren. Uh, snap jij de oplossing? Nou, ik wel hoor. Uh, die moeders die ongewenst, uh, ongewild, ladadala, zwanger zijn, wat ze verkracht zijn. Zeg het maar, al die vervelende gevallen. Ik ben dom geweest, uh, ik had een feestje, veel te veel gedronken. Nu ben ik zwanger en dat wil ik helemaal niet. En, ja, ik kan mezelf voor mijn kop slaan. Nou, je draagt je zwangerschap uit. Je baart het kind. En, en je bent vrij. Klaar. En dan kunnen die vrouwen zeggen, ja, maar dan kan iedereen weten dat ik zo dom ben geweest. Oh, dan kan iedereen weten dat ik verkracht ben geweest. Ja, nou. Je was toch zo dom? Of je bent toch verkracht? Klaar. En als, je, als het echt heel erg is en dan la nou, dan, dan moet er maar een soort sanatorium zijn waar je dan zoveel maanden naartoe kan. Ergens hier in Europa, dan zou ik zeggen in, in Roemenië of zo, het is altijd lekker weer daar. En, Iets met bossen en waterpartijen. En dan kom je daar heerlijk tot rust. Dan heb je gewoon zoveel maanden vakantie. Lekker boekje lezen, een beetje fruit eten, lekker fris water drinken, op tijd naar bed. Oh man. Het hoeft geen straf te zijn hoor. En er wordt dan voor je gezorgd. Want die aanstaande ouders, die betalen daar wel aan mee. Tuurlijk doen ze dat. Zo kan je het ook zien. Hè? En dan gedraag je je als wereld conform die goede wil. Die goede God, met respect voor zijn kinderen. Snap je? Omdat jullie het zo goed begrepen hebben, <laughs> zijn jullie goed. Ben je dus een kind van God? Dan ben je gelijk ik. Dan kan ik van jullie zeggen. Tat wat sam. dat wat sam. Dan kan ik tegen mezelf zeggen. Hé hey Peri, diegene die naar jou luistert, dat lijkt wel op jou. Dat ben jij, man. Jij luistert naar je eigen. Precies, daar moeten we naartoe. Ja, en dat gaat gebeuren. Dat kan niet anders, want ik weet het dat het kan. Ik weet dat het mag. En Arthur Schopenhauer, om hem maar weer eens er even bij te sleuren, want het gaat toch over de wil van Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer heeft gezegd: kunnen, mogen en moeten. Dat zijn drie dimensies van één en hetzelfde fenomeen. Ja? Ja, dus in de werkelijkheid heb je een hoogte, een breedte en een diepte. X, Y en Z, uithaalt. Dat zijn de drie dimensies van die ene werkelijkheid. Snap je? Er is geen werkelijkheid zonder één van die dimensies. <laughs> dat kan niet. Want als je zegt, nou, dan schaf ik één dimensie af, de hoogte die je bijvoorbeeld... Ja, en wat je overhoudt is dan oneindig dun. En, um, ja, oneindig plat. Uh, zo plat dat je het niet eens kan zien. Dus als je één van de dimensies weghaalt, dan is de werkelijkheid weg in zijn beeld. Het dus kunnen, mogen en moeten zijn drie dimensies van één en hetzelfde fenomeen. Nou, ik weet dat het kan dat er een betere wereld komt. Ik weet dat het mag dat er een betere wereld komt. En daarmee weet ik dat het moet. En aangezien de wil degene is die dat allemaal wilde, toen, die dat nu wil en die dat straks zou willen, en aangezien alles wat er gebeurd is, conform die wil is, de wil is de baas en ik niet. Ik zeg het maar even, wat de wil wil. En de wil wil het goede, want de wil is goed. Ja? Afgesproken? Nou, nu het allemaal zo duidelijk is voor jullie, en wil ik graag zeggen: op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.